Ja, dames en heren, ook van mijn kant een goede dag. Vandaag hebben we een bijzondere interview, omdat we kerkleiders hebben die toch wel hun visie zullen geven omtrent het COVID-beleid. We gaan telefonisch praten met bischop Steve Meijer. Hij is al aan de telefoon. Bent u aan de telefoon, bischop? Jawel, meneer Stuttgart. Ja, wat we alvast willen vragen is van wie is bischop Steve Meijer? Nou, bischop Steve Meijer is een heel eenvoudige dienstknecht van de Allerhoogste God. Eigenlijk een paar dagen terug ben ik 19 jaar in het bisdomschap over Godsbezuin Ministries International. Dat zijn ongeveer 75 kerken in Suriname, verspreid over alle 10 districten van Suriname. En ongeveer 15 kerken in het buitenland, in andere naties. En over dus al deze 90 kerken ben ik dus de overziener, oftewel de opziener. En ook wel genoemd, dus bisschop. Bisschop is een opziener over verschillende ministries en kerken. Oké. Een vraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel is, wat zou u willen over 10 jaar willen zijn of over 10 jaar willen doen? Zo, nou ik wil heel veel nog bereiken in dit leven, dit betrekkelijk kort leven. En bepaalde zaken die ik nog heel graag wil zien is op de eerste plaats, wij zijn bezig met de bouw van het nieuw kerkgebouw. Eigenlijk is dat dus een evangelisch centrum dat multipurpose bruikbaar is. En dat bouwen wij aan de Flora straat. En dat is dus Toertonnen 1. En dit gebouw is dus een heel groot project waarmee wij eigenlijk al jaren bezig zijn om dat af te ronden. Maar natuurlijk, door financieel gebrek kunnen wij dus niet zo snel dat bouwen. Maar dat is een van mijn dromen, om dit gebouw af te bouwen. En dus dan voor de volgende generatie dus een erfenis achter te laten. En dat is dus een van de zaken. Ik heb verder zoveel dromen nog, zoals een school, een evangelische school. Gewoon een school die verbonden is dus aan het onderwijssysteem, om dat ook dus op te richten. Verder wil ik ook heel graag een officiële trainingscentrum hebben. Verder ook nog een project opzetten waarbij dus alle behoeftige mensen en armen in de samenleving van Suriname geholpen kunnen worden. En niet alleen maar incidenteel, maar structureel. Enzovoorts, enzovoorts. Het is een hele lange lijst, maar ik wil over eigenlijk 5 tot 10 jaar wil ik dus dit alles wel accomplishen. En natuurlijk voor het Koninkrijk van God in deze natie Suriname. Heel mooi initiatief. Waarvoor ik u bel is in het kader van het hele COVID-beleid. En ik zou graag willen weten hoe de kerk daar tegenover staat. Enkele maanden geleden was hij ook nog door de minister van Volksgezondheid bedreigd. Ik had dus verwacht dat hij dus toen het land zou verlaten, zou uitvluchten, maar u bent gebleven. wat zijn de stand van zaken en hoe ziet de kerk, het christendom, deze hele situatie van het COVID aanpakken? Nou, laat mij niet praten voor andere christelijke kerken. Laat mij praten voor onze organisatie, Godsbezuin Ministries International. Wij van Godsbezuin Ministries International, we hebben van het begin af gezegd van dat de manier hoe wij zien dat het beleid van over de volksgezondheid van deze minister van Volksgezondheid en van deze regering, dat dat beleid helemaal niet een goed beleid is richting de Surinamers toe. Waarom zeggen wij dat? We hebben eigenlijk vanaf het begin gezien dat dit heel ding dat wordt uitgeroepen tot een pandemie over de hele wereld, dat dit een farce is. En waarom zeg ik dat het een farce is? Het is de resultaten ervan van dit COVID-19 virus zijn veel lager, of laten we zeggen zijn lager
dan een gewoon simpele jaarlijkse griepvirus dat ook heerst in de wereld. En het maakt dus ook minder slachtoffers. Dus het feit dat men heel snel is overgegaan, en vooral de WHO, heel snel is overgegaan om de uitbraak van dit virus te noemen een pandemie over de hele wereld. Dat is dus een wereldepidemie. Dat vonden wij vanaf het prille begin helemaal niet goed, omdat er hierachter een geheime agenda schuilt. En we hebben deze geheime agenda vanaf het begin doorzien en doorgehad wat eigenlijk de gedachte hierachter was. En wij zien dat onze regering, deze huidige regering, gewoon blindelings meegaat met deze geheime, en ik noem dat een diabolische agenda van deze wereldorganisaties, en dat ze gewoon blindelings meegaan met die vereisten van hun. Een van de dingen waarbij ik mij vanaf het begin heb geërgerd aan, is en natuurlijk met mij het hele leiderschap van Godbezuin Ministries International, wij hebben ons geërgerd aan het feit dat er bewezen feiten zijn, gedocumenteerde genezingen van dit virus vanaf het begin door ivermectine, door hydroxychloroquine, door in combinatie met zink, met vitamine D, met vitamine C. Dus met andere woorden, onze eigen God-given immuniteit kan dit virus aan, kan dit virus bevechten. En vanaf het begin hebben wij dit gezegd en wij zien gewoon consistent aan deze regering dat het beleid van de minister van Volksgezondheid gewoon lijnrecht ingaat tegen deze alternatieven die daar bestaan. Verder bestaan er ook alternatieven op het gebied van onze Surinaamse huismiddeltjes, wat de natuur ons biedt, in kruiden en noem maar op. En verder biedt ook het gebed binnen de christelijke huizen, en ook daarvan heb ik genoeg documentatie van mensen die dus doodziek waren verklaard, COVID-19 positief waren, in de ICU lagen, aan de beademingsapparaten, en ze zijn door gebed compleet genezen geworden. Ik kan hier een hele lijst van namen noemen van mensen in onze kerk, in andere kerken, die zijn genezen van dit virus. Dus er zijn genoeg andere alternatieven en we zien maar deze regering constant alleen maar varen op het kompas van deze internationale organisaties zoals de WHO, die alsmaar zogenaamde vaccins pushen als te zijn het enige alternatief die er bestaat om dus vrij te komen van dit virus, dit COVID-19 virus. Dus nogmaals, wij hebben vanaf het begin deze diabolische agenda van deze wereldorganisaties die alleen maar gaan voor die nieuwe wereldorde om de bevolking van de wereld uit te dunnen enzovoorts. Wij weten dat Bill Gates is de grootste sponsor of een van de grootste sponsors van de WHO enzovoorts enzovoorts. Wij kennen de background van de general secretary van de WHO, een vreselijke man, die Tedros Ghebreyesus. Enzovoorts enzovoorts. Dus we hebben onze research gedaan vanaf het prille begin. En we hebben vele dingen ontdekt wat deze agenda, deze diabolische agenda eigenlijk inhoudt. En dat vinden we eigenlijk erg, dat onze regering, de minister van Volksgezondheid, ik moet het op zijn konto zetten, want hij is degene geweest die constant heeft tegengewerkt dat andere alternatieven gebruikt werden om de mensen te kunnen weerhouden om dood te gaan aan dit virus. Ja, ja. En hij heeft dus, daarom zetten we het op zijn konto, dat hij vanaf het begin heeft geweigerd dat andere alternatieven werden gebruikt. Terwijl dit virus gewoon gefight kan worden door onze eigen God-given immuniteit. Dus wij vinden het dus crimineel dat aan patiënten die in de ziekenhuizen lagen en aan de beademingsapparaten in de ICU's van de ziekenhuizen, dat zij dus niet zijn geholpen geworden met simpele medicijnen,
redelijk goedkope medicijnen als ivermectine, hydroxychloroquine enzovoorts. Dus we vinden dat vreselijk erg, omdat mensen zijn doodgegaan terwijl hun leven gered kon worden. En ook met de natuurspulletjes vanuit de natuur enzovoorts enzovoorts. Dus wij vinden het crimineel dat deze regering nooit iets daaraan gedaan heeft. En gewoon vanaf het prille begin heeft geweigerd om de mensen de juiste informatie, de gebalanceerde informatie te geven, dat niet alleen een experimenteel spul mensen zou kunnen helpen. By the way, dat helpt niet eens, want dat hebben ze ook op een gegeven moment gezegd, dat ondanks je zogenaamd gevaccineerd bent, dat je toch nog ziek kan worden, dat je toch nog ernstig ziek kan worden en dat je toch nog dood kan gaan. Ja, ja. En blijf maar liegen voor de samenleving dat niemand is dood gegaan die volledig gevaccineerd was. Dat is een grove leugen. Waarom? Ik heb zelf mensen begraven die volledig gevaccineerd waren en toch dood zijn gegaan aan COVID-19. Dus, deze consistentie hebben we constant gezien bij deze regering, dat ze met leugens zijn gekomen naar het volk, alleen om het volk te dwingen en te motiveren om aan dit experiment deel te nemen. En dat vinden wij crimineel. Ja. En dat gaan wij door blijven zeggen tot onze laatste adem. En hoe vindt u het dat zwangere vrouwen dus nu mogen prikken en ook nog kinderen vanaf 12 jaar? Dat vind ik nog crimineler. Ik vind het vreselijk, omdat in de wereld is bewezen, onder andere in Israël, dat mensen, vrouwen vooral, die dus dit vooral het Pfizer zogenaamd vaccin hebben genomen in hun lichaam, dat zij ook geen kinderen meer kunnen krijgen. We hebben spontane, aborties gezien van vrouwen die reeds zwanger waren en die dus hun kind hebben verloren vanwege het feit dat ze zijn gaan zogenaamd vaccineren om dat experimenteel spul in hun lichaam te nemen. Dus, en nu zijn ze begonnen met kinderen, kleine kinderen, die dus eigenlijk gewoon hun eigen God-given immuniteit hebben om dit virus te fighten. Maar ze worden dus nu ook ingespoten met het experimenteel spul. En dat is nogmaals heel misdaden. Dit is crimineel. Dit zijn misdaden tegen de menselijkheid. En ik denk dat het tijd wordt dat alle organisaties, onder andere in Suriname, en het gebeurt al in de wereld hoor. Ja, ja. Maar vooral in Suriname wil ik alle organisaties oproepen, alle kerken oproepen, alle religieuze organisaties oproepen om hierin tegen te gaan. Want u bent, als u niks zegt, ook debend aan deze misdaden tegen de menselijkheid. En ik vind dit gewoon kortom vreselijk wat er nu gebeurt. Ja, mag ik u bedanken voor het interview. En dus als ik begrijp, gaat u dus niet gaan prikken? 100% niet. En laat me even eindigen hiermee, meneer Stuttgart. Ik wil de mensen, de bevolking, de luisteraars, wil ik eventjes een voorbeeld geven. En ze kunnen dit gebruiken als mensen weer vragen van ben je al zogenaamd quote-unquote gevaccineerd. U moet aan de mensen vragen, dus omdat men weet dat dit spul nog steeds in experimentele fase is, en men het toch pusht om het te spuiten in de lichamen van mensen, dan moeten wij als mensen die dus nuchter kunnen denken en niet zomaar blindelings meegaan met dit beleid van deze overheid, moeten wij dit voorbeeld geven. Ik vraag het altijd aan de mensen, zou u in een experimenteel vliegtuig plaatsnemen om een vliegreis te maken, terwijl dat vliegtuig de standaard veiligheidstesten nog niet helemaal had doorlopen, nog niet helemaal had gecompleteerd. Zou u in zo'n vliegtuig plaatsnemen om een vliegreis te maken? Zou u plaatsnemen in een vliegtuig die nog geen goedkeuringscertificaat had gekregen om veilig de lucht in te gaan? Zou u plaatsnemen in een vliegtuig waarvan de producent, de maker van dat vliegtuig, absoluut geen aansprakelijkheid neemt over de doden en de verwonden of de verwonden bij een neerstorting van dit vliegtuig?
Nee, toch? Nou, precies zo moet u ook geen deelnemen aan een experiment met experimentele vaccins, omdat er nog geen goedkeuringscertificaat is gegeven aan deze experimentele spullen en ook dat de producent van deze experimentele spullen geen aansprakelijkheid willen nemen voor dit spul. En een ander ding is ook, iedereen die gevaccineerd is, verliest met de daad mensenrechten. Want in 2013 heeft de Supreme Court in Amerika vastgesteld dat wanneer uw DNA wordt aangepast en wordt veranderd, u geen mens meer bent, maar een transmens. En dat betekent dat u dan alle rechten verliest. Ik wil alleen maar daarop wijzen, want deze zaak gaat nog spelen in de jaren voor ons. Tot daar. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. En succes met de activiteiten die u allemaal wil ontplooien. Dank u wel. Heel hartelijk bedankt. Dat was bisschop Steve Meyer. We hebben in het studio hebben we apostel Carlo Misikaba. En we gaan ook hem het een en ander vragen over het coronabeleid. Maar natuurlijk, zoals we gewend zijn, willen we eerst weten wie is apostel Carlo Misikaba. Goedemiddag meneer Stuttgart en anderen in de studio. Goedemorgen luisteraars. Carlo Misikaba is een heel eenvoudige Surinaamse jongen. Abrabrokkieboy, longplaybal, een beetje straatvoetballerij. Naar school gegaan, tot de middelbare school. En toen begon dan de andere fase van het leven. Ik leerde de Heer Jezus Christus kennen. Vanuit het heidendom kwam ik tot de Heer Jezus Christus in het jaar... 1975 en ik werd geroepen door de Heer, ik ervoer die roeping in 1979, gaf mijzelf aan de Heer en begon met zijn werks, begon in de bediening, zo pakken we ongeveer 44 jaar terug en het is een paar jaar terug dat ik gekozen werd tot voorzitter van de VFEPS. Dat is de vereniging van volle evangelie en pinkstergemeenten en bedieningen in Suriname. Daarnaast ben ik de uitvinder en stichter van Aan Waterstromen Ministries. Gestart in 2005, 2006. We hebben dochtergemeente in Wanica. We hebben we doen zending aan de boven Suriname. We hebben een aantal gemeenten die onder onze covering zijn, onder onze hoede. En ja, ik ben gepensioneerd, getrouwd. Ik heb een hele lieve vrouw met 6 kinderen, 7 kinderen. Want en een aantal kleinkinderen. En dat is Carlo die voor u zit. Ja. Een vraag die ik wil stellen, omdat ik heb eigenlijk pas recent gehoord over het woord apostel. Dat is natuurlijk voor de Bijbel. En wat is het verschil tussen een apostel en een dominee? Een apostel is een gezondene door de Heer. De Heer roept je en hij zendt je. Hij zegt, ik heb je uitgekozen en je heen gezonden om vrucht te dragen. Een dominee, eigenlijk is het meer in de strekking van de EBG'ers en andere Lutheranen, noem maar op, die woorden gebruiken. Maar ik wil even denken dus dat het gelijkgesteld is aan die pastor, ja, wat we kennen in de Pinksterbeweging ook. Oké, want ik ben EBG'er, daar ken ik het woord dominee. Als iemand dominee tot me zou zeggen, zou ik het niet erg vinden. Okay. Zeg je pastor, vind ik het ook niet erg. Okay. Ik ben een dienstknecht des Heren. Ja, zolang dat telt, hè? Ja. Ja, dat telt. Wat wil u over 10 jaar doen of over 10 jaar zijn? Dat is een vraag die ik aan iedereen stel. Laat mij u zeggen, mijn passie is het evangelie van de Heer verkondigen. Over 10 jaar wil ik een veel grotere kudde voor de Heer leiden. We zijn 4 jaar terug gestart met de bouw vergroten van onze kerkgemeente.
En we hebben uitgerekend dat we, zo God wil, over 10 jaar kunnen klaarkomen. Dus dat zal een mijlpaal zijn. Ik zal blij zijn als God mij in leven houdt, dat ik het kan meemaken. En ik wil het werk van de Heer doen. Ik wil mijn stem laten horen wanneer er onrecht geschiet in de samenleving. Niet alleen hier. Verder ben ik ook lid van de CAN. Dat is een Caribische apostolische netwerk van apostelen in het Caribisch gebied. We hebben ons gebundeld om te bidden voor het Caribisch gebied en op te komen tegen onrecht. Onze stem laten horen wanneer dat nodig is. En ik heb een soort idee, en dan moet je me corrigeren als het niet juist is, dat het christelijk geloof, dus de jongwang, niet zo graag meer naar de kerk willen gaan. Klopt dat? Inderdaad, je ziet vooral met de opkomst van de corona, zien we een terugval in de kerken van jongeren, maar ook ouderen. Mensen zijn bang, mensen zijn mede door de niet gebalanceerde informatie die verschaft wordt door onze overheid, zijn mensen een beetje bang, apathisch geworden. Mensen willen niet bij anderen zijn, weet je. Men is gewoon bang. Men is in een wurggreep van angst. En juist dat willen wij als kerk doorbreken. Dat mensen niet in angst moeten leven. Omdat de Bijbel heeft aangegeven. Jezus heeft gezegd, in de laatste 3 dagen gaan er vreselijke dingen gebeuren. Pestziekten gaan opkomen. En de mensen gaan vanwege de toestand die op hen afkomen in een wurggreep van angst zijn. En wat moeten we doen, zegt hij? We moeten bidden om door die dagen heen te kunnen komen en voor God te kunnen staan. We hebben op bezoek apostel Carlo Musikeba. We hadden zo net een interview, telefooninterview met bisschop Steve Meyer. En we zijn dus nu bezig om nog apostel Steven Rijmen te contacten. Maar we gaan verder met apostel Musikeba. Wat zijn dus, wanneer we kijken dus naar het geestelijk werk van u, wat zijn, kan u zeggen, de ups en de downs tijdens 44-jarige activiteiten? Ja, de ups is heel mooi wanneer je ziet dat mensen tot de Heer komen. Je houdt campagnes, je houdt genezingsdiensten. Mensen komen tot de Heer. En de downs zijn er wanneer mensen de Heer de rug toekeren. Zonder om een bepaalde zinnige reden, maar voor hun wel moverende reden, weet u. Is niet zo prettig. Ups zijn wanneer de Heer je zegent met een eigen kerkgebouw. Zonder dat je in de kosten bent gejaagd, weet je, het is niet geforceerd. Mm-hmm. Het zijn hele mooie dingen die we kunnen meemaken. En ook dat je vrienden kan maken, vriendschap, medestanders kan hebben. Ik vind het geweldig. Ik hou van mensen om met mensen te werken. Ja, ja. Maar waarom zouden mensen dus ineens plotseling weer het geloof de rug toekeren? Kijk, u weet dus dat we verwikkeld zijn in een geestelijke strijd. En meestal zijn wij mensen ons niet bewust van het feit dat we het moment dat we hier op aarde zijn geboren en we onze besluiten kunnen nemen, dat er een strijd woedt tussen licht en kwaad, licht en duisternis over ons leven. En op de een of andere manier raken mensen verzeild in bepaalde dingen. En het kan zijn door teleurstellingen, maar het kan ook zijn door Ik kan niet meer volhouden. En mensen glijden terug en gaan weer een bepaald leven leiden die niet bepaald verantwoord is, bijbels bezien. Ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat we materialistischer worden. Ik denk dus dat de bisschop een apostel ding opbelt. Hallo? Ja, ja. Hoort u me? Ja, ik hoor u. Oké, hoe gaat het met u? Hoort u mij? Ja, ik hoor u wel heel goed. Oké. Okay. Ja, ik wil u alvast bedanken, want u bent momenteel op Reisdijk en u heeft toch wel ruimte gemaakt om te bellen naar de studio, zodat we u kunnen interviewen. Ja, je weet, als voorganger moet je ook af en toe aan die kinderen denken, want als publieke persoon ben je altijd weg. Dus ze vroegen me toch
Dus ik zeg oké, dan zal ik even met u afstemmen. Ja, ja. En het is ons beide gelukt om toch te komen tot een vergelijk. Ja. Dat we nu kunnen praten. Ja, ik heb het ook met mijn kinderen hoor. Ze willen ook wel hebben dus dat papa ook naar hun kijkt en niet te veel dingen alleen maar aan het uitleggen is, maar papa nee, leuke ding. Dus dat, dat ken ik. Maar laat me alvast vragen, wie is apostel Steven Rijmen? Wel, apostel Steven Rijmen is net zoals alle mensen gewoon een mens die zonden heeft, maar gekozen heeft toch om het verlossingsgeschenk dat God gegeven heeft aan de mensheid, en dat is Jezus Christus te accepteren als een heiland en verlosser. Maar verder is hij gewoon een mens die normaal naar school is gegaan als een ieder. Zijn sterke kanten zal hebben, maar ook zijn zwakke kanten zal hebben. En probeert, net als elke Surinamer denk ik, want ik kijk altijd vanuit de positieve probeer, bril ook een bijdrage te leveren voor land en volk. Ja, hoe bent u in het geloof beland? Wel, u weet dat wij alle drie onze mensen zijn opgevoed, of in een Anitri Ozo, of in een Erga Ozo. Dus ik ben opgevoed in een Anitri Ozo. Dus mijn grootmoeder was altijd bezig met kerkelijke dingen. En song, you know. En als ze bezig was, dus ze heeft ons dan gezet op een... Wij zijn uit de Les Hogestraat daar, die omgeving. Dus heeft, toen was het Wanika school. Ik denk nu dat het... Dominee Tot school heet nu. Ja, ja. Dus wij werden toen naar Wanika school. Daar is ook Sweet School. Die hele omgeving had BBG scholen. Sweet School, Verwijn School. Dus toen werden wij daar geplaatst. Dus daar ben je opgevoed. Met dominee Breveld, met meneer Schalkwijk, Leo Schalkwijk, noem maar op. Dus je bent altijd godvrezen. Maar er is een moment gekomen toen ik 24 jaar was. Dat ik een persoonlijke conversie heb gehad, laten we dat zeggen. Ontmoeting met de Heer. En toen heeft hij mij geroepen om in zijn dienst te komen. En vanaf ik 24 jaar ben, ik zou net 25 worden. Het was in deze periode, augustus naar september. Ja, ja. 29 jaar geleden. En vanaf toen ben ik dan, laten we zeggen, toegewijd christen geworden. Om het maar zo lichtjes uit te drukken. Wat betekent dat, toegewijd christen? Dus je hebt christenen en je hebt toegewijd christenen. Je hebt christenen die misschien godvriezend zijn. Je hebt toegewijd de christenen die alleen leven voor God. Oké. Okay. Dus hun doel is God. Ze zijn meestal dienstknechten en dienstmaagden. En ze zijn ook in dienst van God. Maar je kan ook christenen hebben die godvriezend zijn, die normaal zijn. Maar ervoor zorgen dat ze toch kunnen wandelen en handelen. Zoveel mogelijk de Bijbel te hanteren als hun gids en leidraad. Oké. Een vraag die ik aan iedereen stel is, wat zou u over 10 jaar willen zijn of over 10 jaar willen doen? Hele mooie vraag. Ik zou over 10 jaar mijn eigen school willen hebben. Een leadership instituut waar ik zowel ethiek en wij zouden het noemen leiderschap trainingen kan verzorgen. Ethiek meer om jonge mensen vooral te leren om integer te zijn, om ethisch te zijn in hun denken en in hun handelen. En qua leiderschap zou het meer zijn vooral richten op persoonlijk leiderschap, zelfredzaamheid. We merken dat te veel mensen afhankelijk zijn van of regeringen of politieke leiders of de ambtenarij. Maar ik zou graag willen trainen. Ik doe dat nu, maar in een eigen stichting. We zijn nu al begonnen dat te formaliseren. In feite, die stichting bestaat al. Maar je eigen school, je eigen instituut. Dus dat is het maatschappelijke. En tegelijkertijd zou ik graag kerkleiders en mensen die studenten willen zijn van het woord van God. Ook een curriculum willen aanbieden. Om dieper in het geestelijke zich te kunnen verdiepen. Dat zou ik graag over 10 jaar willen doen. Niet meer op de echt als de voorgrond zoals ik nu ben als politiek man en apostel, maar meer een vaderfigure zijn. To make leaders om de gaven en de kennis die ik heb en de ervaring die ik heb over te willen dragen. Daar ben ik ongeveer 64 jaar over 10 jaar. Ja, dat is heel mooi.
Waarvoor we elkaar gecontact hebben is in het kader van wat er momenteel gebeurt in Suriname, in haar COVID-beleid. En van u zou ik willen weten, wat is de standpunt van uw kerk in het kader van het COVID-beleid dat momenteel in Suriname wordt uitgevoerd? Vanaf dag 1 hebben wij gezegd dat wij graag willen hebben dat men een mensvisie heeft op het COVID-beleid. Een mensvisie bestaat uit het feit dat de mens centraal is. En dat je ook samen met die mens dingen gaat doen. Dat je niet opstaat als regering en gewoon wetten en regels komt zetten. Alsof we in een autoritaire of een dictatoriële periode zijn. Maar dat je samen met mensen, en zeker ook de kerk en alle actoren, gaat kijken hoe kunnen wij samen de dingen doen, want heel veel dingen die gedaan worden, ze worden gewoon gedaan omdat ze overgenomen worden vanuit het buitenland. En men houdt zich dan eenzijdig bezig met de informatie naar de samenleving. Terwijl er zoveel andere kanalen zijn waarbij je kan zien dat dit een hele andere, een ander plaatje is. Bijvoorbeeld, als je nu bijvoorbeeld zou gaan kijken, de Telegraaf heeft dat ook gezegd, hebben we gezien dat tienduizenden mensen in Nederland, ik dacht vandaag. Gisteren hebben gezegd. Vandaag nog hebben gedemonstreerd. Maar je zal het niet lezen op Starnieuws wat in de jaren tijd. Dus ik zeg, laten we samen vanuit een mensvisie, een positief mensvisie, samen de corona bestrijden. En openstaan voor en tegenstanders van de corona. En zeker niet mensen dwingen om dingen te doen waarvan mensen niet klaar zijn, maar omdat ze misschien door, want daar gaat het eigenlijk om, de werkgevers of door de omgeving. Het kan ook in familieverband zijn, kan ook in kerkverband zijn. Ja, er zijn ook dat soort geluiden gediscrimineerd worden omdat ze geen vaccin nemen of omdat ze wel vaccin nemen. Dus we moeten gewoon een positief mensvisie hebben op mensbeeld en samen met elkaar kijken hoe kunnen wij samen deze COVID overwinnen. Want de waarheid is dat er geen oplossing is ervoor als zodanig. De minister heeft aangegeven dat er niemand gedwongen wordt. Wat is uw mening daarover? Wel, laat hij dat publiekelijk zeggen. Laat hij de wetten gaan naleven, die internationale wetten. Laat hij ervoor zorgen dat er maatregelen worden getroffen tegen de werkgevers die dat wel doen. Laat hij publiekelijk ook zeggen tegen meneer Gayadin dat hij kan zulke uitspraken niet maken. Niet hij alleen, maar de hele regering en ook zijn coalitie. Dan pas zal ik geloven dat mensen niet gedwongen worden. Maar je kan woorden hebben, mooie woorden, en dat horen we vaak van deze minister. Maar die daden blijven uit. Ik wil woorden en daden zien. Dan pas ga ik geloven dat werkelijk mensen niet gedwongen worden. Want wij in ons pastoraal werk krijgen we elke dag van die klachten. Hoe mensen wel gedwongen worden of gemanipuleerd worden om het vaccin te nemen. Zo niet worden ze dan bedankt. Ja. Of worden ze uitgesloten voor deelname van veel dingen. Dus mensen worden wel subtiel gedwongen en op bepaalde plaatsen in bepaalde bedrijven ook openlijk gedwongen. Ja, en die petitie, althans die persconferentie die afgelopen dinsdag gehouden was, had u een uitgesproken mening over de minister. Wat was dat weer? Ik vind dat als je in een publieke functie bent, moet je verwachten dat er voor- en tegenstanders zullen zijn en de meningen pro en cons zullen zijn. En je moet emotioneel intelligent zijn. Betekent, je moet je zodanig kunnen manoeuvreren dat al ben je niet eens met de persoon in jouw tegenuitspraken, dat je met respect de persoon zal beantwoorden. En dat mis ik soms bij deze minister. Ik heb een persoonlijk gezegd dat u moet werken aan de emotionele intelligentie. Ik heb het gezegd ook waarbij de president erbij was, dat je intermenselijke contacten, je bent een jonge minister, maar je moet rekening houden dat niet iedereen zal met u eens zal zijn. En ik denk dat als hij dat mee kan nemen, verder heb ik geen problemen met hem. Hij is voorvarend in wat, waarin hij gelooft, als hij niet eens neemt met wat hij in gelooft. Hij is toegewijd in wat hij wil doen, maar je moet rekening houden, je kan toegewijd zijn. Vanwege de perceptie die je hebt, maar het kan een verkeerde perceptie zijn. Maar als je iedereen met dezelfde respect behandelt, dan denk ik dat we een andere soort samenleving of een soort relatie of soort mening over hem zullen hebben.
Oké. Okay. Hoe verder? Wel, verder is dat we nu meer en meer beseffen dat de corona niet alleen overwonnen kan worden door tegenstanders of voorstanders, maar de corona zou overwonnen kunnen worden door willen te luisteren naar de pro en de cons. En dat wij dan gezamenlijk gaan kijken naar oplossingen. De regering en de kan hebben een uitgesproken mening over hun visie, wat kan helpen om die maatschappij te herstellen. Je hebt andere mensen die een andere mening hebben. En je hebt weer andere mensen die zeggen, wij zijn geen voorstanders van vaccin gewoon omdat wij vinden dat dit nog niet geautoriseerd is zoals dat normaal moet zijn. Met al deze groepen, denk ik, moeten we in dialoog komen, met elkaar praten, met respect. En met dat, en dan samen kijken hoe we dit kunnen overbrengen. We hebben wel een gemeenschappelijke benadering die we allemaal wel respecteren. En dat is die Mohana. Ik denk dat als we allemaal ons daaraan houden, dan zijn we een beetje al op de goede weg. Maar geen dwang, geen polarisatie, geen stoere taal. Maar gewoon samen dingen doen. Dan denk ik dat we verder kunnen gaan. Dan maakt het niet uit als die minister van mij houdt of niet van u houdt. Maar als we met wederzijds respect elkaar behandelen, dan denk ik dat we alvast de eerste stap hebben gegaan naar de oplossing. Mag ik u bedanken voor het interview? En ook nog de kinderen bedanken dat ze de ruimte gegeven hebben om dit interview af te staan. Ja, een van ze vroeger gaat het duren, papa. Ik zeg. Het is een interview, ik denk misschien 5 tot 10 minuten. Yeah. Maar ik wil u ook bedanken dat u toch de gelegenheid genomen hebt, zodat ik ook vanuit onze kerkelijke benadering toch even konden zeggen hoe wij deze situatie zien. Nogmaals, wij zijn geen tegenstanders van wat de regering willen doen, maar we zijn wel strijders tegen zaken die wij vinden dat het fundamenteel onrechtvaardig zijn. Als geestelijke leiders, als wij zaken zien waarvan wij zeggen, nee, dit is dwang, God zelf dwingt geen mensen, dan gaat de minister wel onze stem horen. Maar verder hebben we geen problemen met de persoon, als de persoon minister, laat me het zo zeggen. Hartelijk dank. Thank you. Ja, doei. Ja, we zijn weer bij apostel Mystikaba. We hebben dus al de 2 kerkelijke leiders gehoord en nu willen we van u horen. Wat is uw standpunt met betrekking tot het COVID-beleid in Suriname? Allereerst wil ik opmerken dat gerechtigheid een volk verhoogt. Maar onrecht en onrechtvaardigheid vernedert en verbreekt een natie. Dat in gedachten houdende wil ik aangeven dus de manier hoe het COVID-beleid door de huidige minister, door de regering, want het is een ministerding, is van de hele regering, de manier hoe hij het naar buiten brengt, lijkt het voor mij niet juist. Het komt meer neer op onrechtvaardigheid, op ongerechtigheid. Door mensen bepaalde dingen, jouw eigen wil en wat je denkt dat goed is te willen opleggen. Door selectief mensen te interviewen en mededelingen te doen, voorlichting te geven over de corona. Terwijl andersdenkenden niet aan de beurt komen om ook hun visie te etaleren. En wat ik zo erg vind, is het volgende van... Niemand in de wereld heeft het antwoord om te zeggen, dit is het antwoord op corona. Betekent, alle wetenschappers, alle mensen die denken iets te weten, dat wij al die gedachtegoed zouden moeten meenemen. We zouden moeten willen om naar ze te horen, indien er niet een geheime agenda er is. Dan moeten we bereid zijn naar iedereen te horen en dan een eerlijke evaluatie te maken om te komen tot een bepaalde pad van beleid welke we kunnen uitstippelen. En als Surinamers, dan hebben we elkaar nodig, niet alleen de pro,
maar ook de cons. En de regering zal er goed aan doen om de voorlichting uit te breiden naar de cons ook. Dat iemand als meneer Stuttgart ook de gelegenheid krijgt op basis van zijn wetenschappelijke benadering aan te geven waarom hij zegt geen corona zogenaamde vaccin in mijn lichaam. En waarom een meijer dat doet. Mm-hmm. Waarom zegt een missiekebouw van nee, dat is niet voor ons. We willen even wachten om te kijken hoe dat ding gaat uitpakken. Waarom moet er zogenaamde dwang worden toegepast? De minister zegt hij doet niemand, dat is waar. Hij zegt het niet als zodanig. Maar als ik kijk naar wat er gebeurt in de samenleving, dat mensen ontslagen worden, dat mensen de toegang tot bepaalde gelegenheden worden afgezegd en kunnen worden afgezet in de naaste toekomst, dan zeg je wel, er is onrecht. Want als hij zegt, we doen er niemand en iedereen is vrijwillig, waarom worden de mensen dan door de werkgevers ontslagen? En de minister en de minister van Arbeid, ik hoor haar in geen taal hebben van of de mensen verantwoording vragen. Mensen zitten thuis te huilen. Ja, ja. Maar heeft u dus een, ook in uw kerk mensen die dus gedwongen zijn zich te injecteren, dan wel die gedwongen worden? Jawel, ik heb mensen en ik kan aanwijzen in de gemeente bij mij die huilen naar me toe zijn gekomen van mijn baas heeft gezegd, als ik het niet neem, kan ik over 2 weken niet meer hier op het werk. En wat moet ik doen, apostel? Ik heb geen man, maar ik heb mijn zorg, ik moet mijn huur betalen, noem maar op. Wat moet ik aan zulke mensen zeggen? En op een gegeven moment, wanneer zo iemand zegt van oké, spuit me maar in, dan is het niet omdat de persoon het doet op basis van de vrije wil, maar de persoon is op een bepaalde manier gedwongen om het te doen. Mm-hmm. En dat vind ik onrecht. En wat moet er dan nu gebeuren? Wat er moet gebeuren, we moeten de koppen bij elkaar naar elkaar toe steken. We moeten met elkaar praten. Alle weetjes wat er is bij de bevolking. Wetenschappelijk, osodresi, noem maar op. Goeie idee, laten we ze bij elkaar brengen. Laten we zitten en praten en tak, hey, probeer dit. Laten we die dingen gaan uitproberen. En zien van, hey, we kunnen op deze weg verder, op zo'n weg kunnen we de mensen meekrijgen, kunnen we zien welk ding wel werkt en welk niet. Nu kan ik praten over een bepaalde osodresi die wel heeft gewerkt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het gezien bij mijn mensen, ook bij gemeenteleden. Mensen die waren opgegeven. Maar ik weet niet als het gaat werken bij een ander. En ik weet ook niet wat de hoeveelheid is die we hebben gebruikt. Mm-hmm. Het is gewoon je 4-4. Je 4-4. Juist. En terwijl als we met de wetenschappers bij elkaar komen, aangeven natuurlijk moet je noteren wie wat gekregen heeft. Juist. En, maar het gaat ook om die patent straks. Ja, ja. Want als dat middel werkt, dan man om contacteren naar Misani. Nee, moet gedocumenteerd zijn. Zodat die persoon toch wel profijt van krijgt. Okay. Al gaat het niet om dat. Maar die moet ook kunnen leven. Ja, ja. Maar het is namelijk zo dus dat als er andere middelen zijn, dan mag er geen vaccin op de markt komen. Een vaccin mag pas wanneer er geen enkel ander middel is. En daarom houdt men het allemaal tegen. Mm-hmm. En we hebben bijvoorbeeld dus niet gehoord dus dat een NWI Infermentine gaat testen. Ja. Het moment dat het goed blijkt te zijn, mag dat ding niet meer vaccin genoemd worden, want dat betekent dat komt dat weg te vallen. Een vaccin mag pas wanneer je dus geen andere mogelijkheden hebt. Dus nou, daarom doe je fit zo. Mm-hmm. Maar wat voor adviezen geeft u dan? Laten we het daarmee dus afronden. Wat voor adviezen geeft u dan de mensen die gedwongen worden? Ik zeg aan ieder die naar me toe komt, en ook via dit medium ga ik het zeggen, laat u zich niet dwingen. Staat u ferm in wat u gelooft, waar u voor gaat. Zijn niet eens alleen maar christenen die klagen om dat ding. Maar als u dat ding niet wil, neem het niet. Wat de prijs ook zal zijn. Ik zeg één ding. God heeft deze wereld gemaakt.
heeft ieder mens een bepaald deel aangewezen waar te leven. Ik heb nu bepaald om in Suriname geboren te worden, om hier te leven, maar God heeft het zo gewild. Betekent, al mijn zegeningen zijn hier. Als de ene plaats nee zegt, gaat er zeker wel meerdere deuren voor me open. Ik wil die mensen bemoedigen om zich niet om een paar luttele duizenden guldens zich te laten dwingen om dat spillende lichaam te nemen. De mensen moeten weten wat ze willen. Ook niet voor miljoenen. Jouw leven leef je maar één keer, meneer Stuttgart. En het is jouw hoogste goed wat je van God hebt gehad. Laat niemand het vernietigen. Laat niemand jouw afweersysteem, je natuurlijke afweerimmuunsysteem, vernietigen. Houd het zoals de schepper het jou gegeven heeft. Ik ben geen antivaxer, want mijn moeder heeft me laten vaccineren toen ik jonger was tegen al die geweldige tetanus, noem maar op. Maar ik ben wel tegen iets dat niet bewezen is, dat niet door de bevoegde instantie is goedgekeurd. En behalve dat, al zou het goedgekeurd zijn, dan gaan we kijken naar het inhoudelijke. Zijn er dingen in dat ding die mij tot een andere gedachte dwingen om het niet te nemen? Ik wil niet alles in mijn lichaam hebben. Ja. Klopt. Ik ben het volkomen met u eens. Ik ben ook geen anti-vaxxer, want ik ben bij wijze van spreken dus ook gevaccineerd. En toen 2 jaar geleden, mijn zoon en ik, mijn kinderen zijn gevaccineerd en we zouden 2 jaar geleden naar Frans-Guyana gaan, hebben we ook ons laten vaccineren tegen gele koorts. Dus ik ben geen antivaxxer. Ik ben tegen, net als wat u bijvoorbeeld zegt, iets wat niet goedgekeurd is, iets dat heel wat onduidelijkheden levert. Vaccins heb je bijvoorbeeld 5 tot 10 jaar nodig voor het goedgekeurd wordt. Dit is dan 5 tot 6 maanden. En je ziet dus dat dan was er, Pfizer was maar, zou maar 1 prikje zijn. En toen waren het 2. En nu praten ze over een booster van 3. Dadelijk weer 4 voor 5. Dus dat betekent dus dat ze het niet weten. Zomaar maar is spoitie. En ik vind dus dat wat eenmaal in je lichaam is, gaat er niet meer uit. En daarom moeten we de nodige voorzichtigheid betrachten. Ik zou u vragen van als u misschien nog een laatste woord in deze te vertellen heeft, dan geeft u nu de gelegenheid om te zeggen. Ja, zeker wel. Alvast wil ik bedanken voor de gelegenheid om toch een zegje te kunnen doen. En ik wil de regering aangeven dat wij geen tegenstanders zijn van de regering. Het is niet persoonlijk bedoeld en minister Amara Madin moet het niet persoonlijk opvatten. Hij wil het goede zien van Suriname, van de Surinamers. En wij willen ook het goede zien van Suriname en van de Surinamers. En met dat ingegeven vechten wij voor een rechtvaardige zaak. Wij roepen daarom de regering op. En die COVID-commissie, Nationale COVID-commissie. Van laten we in dialoog treden. Laten we praten met elkaar. En laten we de pad van eenheid opgaan in Suriname. We hebben niets eraan als de samenleving verdeeld wordt. We hebben niets eraan als mensen anderen uit huis gaan zetten. Dat willen we niet. We willen graag samen met elkaar leven, zoals we altijd leki jajas ranamang elibi yuna mi brada, yuna mi sisa, and that's it. Alsjeblieft. Hartelijk dank. Heel mooi, Steekman. Ja, dat waren 3 pittige interviews van kerkelijke leiders. Ik wil dus nog vertellen dat er een wereldwijde oproep tot gebed is voor de COVID-crisis. En dat was, de oproep was voor vandaag, 5 september 2001. En dat ga ik aan u voorlezen. Gegroet in de naam van onze Heer en Verlosser Jezus de Messias. Beste broeders en zussen, regeringen, over de gehele wereld gebruiken een nep-pandemie om hun controle over burgers uit te breiden, waardoor ze worden gedwongen schadelijke vaccins te gebruiken of hun levensonderhoud te verliezen. In elk land gebruikt de politie geweld tegen burgers die hun winkels willen openen, vrienden willen bezoeken of gewoon een wandeling willen maken en frisse lucht willen inademen. In Israël wordt de Achi
acceptatie tegen niet-gevaccineerden zo hevig dat het lijkt op de vooroorlogse nazi-propaganda tegen Joden. Wij en onze kinderen mogen niet in een café zitten, ook niet buiten, de bibliotheek bezoeken of naar het zwembad gaan. De niet-gevaccineerden werden door de Israëlische premier openlijk vergeleken met terroristen en in de reguliere media aangeduid als moordenaars en parasieten. We weten dat er over de hele wereld soortgelijke en ergere dingen gebeuren. En we denken dat het tijd is dat we ons allemaal in gebed tot de Heer wenden. Laten we samenkomen voor een wereldwijde gebedsdag op 5 september 2021, de eerste zondag in september. We willen er geen online evenement van maken. Het is beter dat iedereen met zijn familie, groep of kerk bidt, of gewoon alleen bidt. We willen degenen die willen vasten aanmoedigen, gebedspunten en verzoeken, berouw hebben. We willen ons bekeren voor persoonlijke zonden. Uitgangspunt, laten we bidden dat God ons zal beschermen en bevrijden en een uitweg zal tonen aan allen die zijn naam aanhoren. Dat is de oproep die er was. Klokkenluider, laten we bidden dat God de levens van vooraanstaande klokkenluiders en activisten zal beschermen, of ze nu gelovig zijn of niet, en dat hij degenen zal redden die dat niet zijn. Laten we bidden dat de wrede samenzweringen achter de COVID-agenda en vaccin bekend worden bij iedereen, vooral christenen die er niet van op de hoogte zijn. Laten we ook bidden dat christenen die medeplichtig zijn of deze agenda zelf steunen, hun schuld zullen erkennen en berouw zullen hebben. Laten we bidden dat de daders en medewerkers van deze hoop zullen worden ontmaskerd of voor het gerecht worden gesleept. Laten we bidden dat het getij zich zal keren tegen de mondiale elites die dit voortstuwen. Laten we bidden dat God in zijn genade de vrijheden zal herstellen die we genoten, vooral de vrijheid om elkaar te ontmoeten en aan te bidden. Het is niet onze zorg om te bidden tegen geprofeteerde gebeurtenissen, maar om God te vragen genade te hebben met zijn volk. En als het zijn wil is, deze beker aan ons voorbij te laten gaan en ons te verlossen van de Holocaust die we aan de horizon zien. In 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, keerde God het getij toen Engeland een nationale gebed hield. God redde toen de geallieerde troepen en vanaf dat moment konden ze beslissende veldslagen winnen. Dit zou ons moeten bemoedigen dat God zijn kinderen hoort als ze zich tot hem wenden. De ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen en zijn oren zijn op hun geschreeuw. Het aangezicht van de Heer staat tegen hen die kwaad doen, om hun herinnering van de aarde te wissen. De rechtvaardigen roepen en de Heer hoort, en hij zal redden uit al die ellende. Hij zal hen redden uit al die ellende. Deze boodschap is welkom om doorgegeven te worden aan kerken en predikanten. Dank u en God zegene u. Dat was een wereldwijde oproep van pastoor Michael Nissim. En hij is van een gemeente in Israël. Het is werkelijk zo dus dat we op een kruispunt zijn beland, omdat we zien dus dat grote mate van waanzin momenteel ook in Suriname is en dat men dus afgeeft op de niet-gevaccineerden. Wat ik nog steeds niet kan begrijpen is hoe kunnen niet-gevaccineerden een gevaar zijn voor gevaccineerden.
als je gevaccineerd bent, ben je toch beschermd? Dat was toch de bedoeling van die vaccinatie? En althans, ik noem het natuurlijk injectie, ik noem het geen vaccinatie. Maar als je dus, laat maar dat woord gebruiken, zodat men het begrijpt. Als je gevaccineerd bent, dan hoef je niet bang te zijn voor geen enkel niet gevaccineerde. Omdat jij bent beschermd. Maar we zien dus dat het middel niet werkt. En dat men dus er wel degelijk mensen ziek worden die gevaccineerd zijn. Er wel degelijk mensen goed ziek worden. En wel degelijk mensen in IC belanden. Intensive care. En er werd wel degelijk mensen die gevaccineerd zijn doodgaan. Men heeft een middelen gebruikt of geprobeerd te gebruiken om zogenaamd een COVID-virus te bestrijden. Een virus dat minder ernstig is dan die normale griepvirus die wij kennen. Maar men heeft dus geprobeerd om de bevolking onder controle te hebben door een zogenaamde pandemie te creëren waarbij we dus onze vrijheden beperkt zijn. En waarbij we dus nauwelijks kunnen bewegen. We kunnen eigenlijk dus niet meer gezellig met elkaar zitten te praten. Want dat mag ineens niet meer. Laten we hopen dus dat dit getij gaat keren. En dat binnenkort hier een einde aan wordt gemaakt. Dat was het voor deze keer, dames en heren. Ik hoop dat u het een en ander hebt geleerd van de kerkelijke leiders. Tot de volgende week.